De cultuurraad van Beringen en het stadsbestuur Beringen organiseren jaarlijks een prijsbeeldende kunsten. Dit jaar staat die in het teken van monumentale kunst, keramiek en beeldhouwkunst. We zijn hier vanavond in Casino Beringen om de laureaat van die prijsbeeldende kunsten bekend te maken. In naam van de Stedelijke Cultuurraad en in naam van het Stadsbestuur mag ik u welkom heten op de uitreiking van de prijs Beeldende Kunsten Stad Beringen 2010. Er zijn 14 deelnemers. Ze dingen allemaal mee naar die prijs van 1500 euro. Een jury van 5 is de hele namiddag in de weer geweest om te wikken en te wegen welk kunstwerk dan in de prijzen zal vallen. Het winnende kunstwerk zal eigendom worden van de stad Beringen en zal in de loop van het jaar op een openbare plaats tentoongesteld worden. En de laureaat van de prijs Beeldende Kunst de stad Beringen 2010 is Ahmed Akaev met Kralen.